Ik ben op Schiphol. We waren echt heel vroeg al hier, omdat het druk zou zijn. Maar uiteindelijk was het dus helemaal niet zo druk. Maar we binnen 3 kwartier overal doorheen. Dus nu zijn we bij de Starbucks. En moeten we ons nog 3,5 uur van maken. Maar op zich komt dat wel goed. Er zijn winkels zat hier ook. Maar ja, we gaan naar Curaçao toe. Dus ik heb er heel veel zin in. Dit is de eerste keer dat ik buiten Europa ga. Dus ik ben benieuwd. Ik heb honger, dus ik ga veel eten zoeken. En ik hoop dat de vlucht meevalt. Want het is 9,5 uur vliegen, dus ik ben heel erg benieuwd. Maar ik ben al lang blij dat de drukte heel erg meeviel. Ready? Die per se overal foto's wil, maar tot nu toe is iedereen erger dan ik. Gewoon. Ja. Dus als ik foto's wil, hoef ik me niet te schamen. Want mensen gaan als een zeekoe op die schommel hier ook. We hebben gewoon onbeperkte cocktails hier. Ik hou helemaal niet van drank, maar onbeperkte cocktails. Here we go. We zitten in het Mangrove Corandon Hotel. En het is hier echt top eigenlijk. Beter dan verwacht. Vandaag hebben we dus een dagje dat we alleen maar aan het chillen zijn aan het strand hier. En aan het zwembad zitten we nu. We hebben gesnorkeld. En zo meteen gaan we nog Willemstad in. Vandaag niet een hele spannende dag gehad, omdat het dus allemaal best wel ver uit elkaar ligt. En morgen hebben we pas de auto. Dus vandaag hebben we gewoon lekker een chill dagje. Het is nu volgens mij 1:05 uur. We gaan zo meteen naar Willemstad toe. Ik heb me omgekleed. Gewoon heel basic. Mijn rug is echt te erg verkleurd. Je ziet hier ook mijn tanline zitten. De zon is hier iets heftiger dan ik gewend ben. Maar goed, I will survive. Willemstad is dus vanaf hier best wel makkelijk lopend te doen. En ja, vanaf morgen hebben we de auto. Dus dan gaan we gewoon overal nergens naartoe. Het leven is hier goed. Het is hier helemaal top. Ik ben helemaal blij. Helemaal in mijn nopjes. En dit uitzicht, I can't. Het is toch gewoon perfect. We willen hier nog van alles gaan doen. We willen nog heel veel stranden afgaan. We zijn hier allemaal zwerfhondjes. En in de straat hier ook bij ons hotel zit er ook een zwerfhondje. We hebben hem Dirk genoemd. We gaan Dirk even zoeken, of hij er nog is. Maar we hebben alleen geen eten bij. Dus morgen gaan we eventjes broodjes mee jatten. Dan gaan we Dirk even wat eten geven, want het is keizielig. Ik weet niet waar ik zit. Oh, Dirkje. Hij is echt bang. Dat is dus Dirk. Een ontbijtje met een mooi uitzicht. Ja. Ja. Over 2 uur krijgen we de auto. Ja. En dan gaan we naar Porto Marie. Op zoek naar de biggetjes. Ik heb een nieuwe shirt gehaald. En ik vind hem echt zo cool. Helemaal happy mee. We zijn elke dag vroeg wakker. En nu moeten we wachten tot we de auto hebben en dan kunnen we weg. Wat lach je me uit? Ja, ik ben het echt verleerd. Ik heb niks boeiends te melden. Okay. Ik ben filmen echt geleerd. Het lukt me gewoon niet meer. Ik doe mijn best, maar het lukt me gewoon niet meer. Als je naar Curaçao gaat, smeer je goed in, want het is weer heftig.
Zelfs Mikey is verbrand. Nou, wie had dat gedacht? En we hebben ons goed ingesmeerd, maar het was niet goed genoeg. Niet goed genoeg. Factor 55 doet het hier niet zo goed. Het is nu ondertussen volgens mij pas 9 uur. Maar je neemt ook water. Hè? Jij neemt ook water. Ja. Thanks. Ja, het is toch wel. Mikey is zielig, want hij is voor het eerst echt verbrand in zijn leven. Dit is dus niet hoe je verwacht, hoe je het allemaal ziet op social media. Maar ze zijn wel echt kapot schattig. Daar moet ze ook op het resort. Mike is een beetje verbrand, dus die heeft niet echt heel veel in de zon kunnen zitten. Dus we zijn ook niet echt van strand naar strand gegaan. Want ja, als je verbrand bent is het helemaal niet leuk om in de zon te zitten. Dus we zijn best wel op tijd weer terug naar het resort gegaan. We hebben lekker aan het zwembad gewoon gezeten in de schaduw. En nu gaan we even een powernapje doen. En dan gaan we om 7:45 hier eten in een sushi restaurant. Porto Marie was echt super super mooi. Echt anticlimax dat die varkens niet bij het water zijn, maar in de modder bij de parkeerplaats. Maar alsnog heel leuk, die beesten. Maar het is zo chill hier, echt lovely. En Stan is er. Doet het heel langzaam. Ja, hij stelt zich er. Hoe heette het nou ook weer? Playa Grande, maar het heette ook Playa Piscado. Maar in ieder geval, hier zitten de schildpadden en we hebben er net eentje gezien. Maar nu ben ik hem kwijt. Zie jij hem nog? Nee hè? Nee. Maar hij deed echt zijn hoofdje boven water, echt super cute. Maar wij gaan hier even snorkelen en schildpadjes spotten. Leuk strandje, leuke mensen, helemaal top. En pelikanen, die zitten hier ook echt super veel. Zo dom. We zijn onze snorkels vergeten. Oh, ik zie hem weer. Zo dom. Echt heel dom. We zijn weer terug in het hotelkamer. Echt ongelofelijk hoe heftig mijn haar krult hier. Dit is gewoon mijn haarstructuur hier in Curaçao. Het is echt bizar. We hebben vandaag eigenlijk alleen maar met schildpadden gezwommen. En dat was echt ongelofelijk gaaf. Echt de mooiste ervaring die ik ooit heb gehad, denk ik. Het was zo vet. Alleen op een gegeven moment werd het gewoon steeds drukker.
kwamen er heel veel toeristen op af. En die gingen echt massaal op de schildpadjes af. Dus toen zijn we weggegaan, want ja, we willen niet die beesten tot last zijn. En toen wij er 's ochtends vroeg waren, waren er nog maar 3 andere mensen. Dus toen was het nog gewoon te doen. Maar het was echt super tof. Het was bij Playa Grande. Je kan daar snorkelsets huren, want we waren die van ons vergeten. En je kan er ook bijvoorbeeld zo'n telefoonhoesje kopen waarmee je onder water kan. En je betaalt volgens mij 25 Antilliaanse gulden voor 2 bedjes. Dus ja, we hebben daar echt wel lekker gezeten. Daarna zijn we teruggegaan naar het resort, hebben we geluncht, hebben we nog even hier aan het strand gezeten en nog even aan het zwembad. Mike is nu douchen en dan gaan we even een dutje doen, want we hebben gereserveerd om hier een barbecue restaurant te eten om 6 uur. En daarna gaan we als goed is naar Zanzibar. Daar ben ik heel benieuwd naar, daar is ook happy hour en zo. We hebben vrienden gemaakt met de buren en die wouden misschien ook naar Zanzibar, alleen ik weet niet of ze er zijn, want we hebben geen telefoonnummers uitgewisseld. Dus ik ben benieuwd of we ze nog gaan zien. Want anders gaan we met hun naar Zanzibar. En als we ze niet meer zien, dan gaan we gewoon met z'n tweeën. En wellicht komen we ze daar tegen. Maar ja, het is echt een droomvakantie. Ik ben nog steeds helemaal verliefd op mijn shirt. Echt, ik leef hierin. Maar echt, Curaçao heeft echt mijn hart gestolen. En? Ja, wel oké. Okay. Wel oké. Okay. Nou, oké. Okay. Wat voor cijfer? Ik hou niet zo van wijn. En ik denk dat dat het probleem is. Dus dan is het eigenlijk helemaal niet zo oké. Okay. Oh jee. Dat denk ik ook niet. Maar het staat er mooi voor de sier, vind ik. En ja, het staat wel leuk. Laat ik gewoon maar een colaatje erbij benemen dan maar. Ja, dat denk ik wel, ja. Leren dit wel echt dramatisch dan. Het is wel echt mooi hier. Het is een van de laatste dagen hier al. Ik heb echt zo slecht gefilmd. Maar dat komt omdat ik gewoon zo erg in het moment bezig ben. Ja, we zijn dus naar Puerto Morí weer geweest. Omdat we dan toch wel echt een fijn strand vonden. We wouden met de drone filmen. Alleen dat ging niet zo goed. Want hij moest geüpdate worden. En we hadden hem dus niet best gedraaid. Dus dat was een beetje dom. We gaan nu even de auto vol tanken. Want die moeten we zo meteen inleveren. En dan gaan we nog aan het zwembad even chillen. We hadden vanavond niet gereserveerd, dus ik denk dat we in Willemstad gaan eten. Ik denk dat we nog even een souvenirtje gaan halen in Willemstad. En morgen gaan we naar Klein Curaçao en daar ben ik echt zo benieuwd naar. Ik heb daar zoveel zin in. Dus morgen ga ik proberen wel wat beter te filmen. Maar het is echt geweldig hier. Ik wil eigenlijk helemaal niet naar huis.